Voilà, zullen die meeting eens inplannen voor volgende week, hè? Waar gaan we dat doen? Het gaat mooi weer zijn, hè? Dan doen we dat op dakterras ineens, hè? Dat gaat natuurlijk niet op dakterras, juist. De William die zit in een rolstoel en die kan niet tot daar vliegen, natuurlijk. Maar er is de lift! Er is de lift, ja, oké. Okay. Ik ga niet tot bovenste verdieping, dus dat gaat ook niet. Misschien kunnen we het beneden in de tuin. Dat is gemakkelijk. Tijdens de meeting. Voor te noteren, ik ga dat aan Claudette vragen. Hè. Waarom niet? Die kan toch mooi schrijven? Moet ik het dan niet meevragen? Ja, oké, het is goed. Ik zal het dan niet meevragen. Dat is op eigen risico. Hij is vroeger huisarts geweest. Maar goed, ik kan alleen ook zorgen dat de Roger de rest laat uitspreken. Weet je wat handig zou zijn? Een mute-knop in het echte leven. Voor u, Roger. Je weet wie dat je zei. Voor u. Wanneer? S'morgens toch? Nee, dan is iedereen toch. Dan is toch iedereen fris? Allee, behalve de nacht met natuurlijk, want ja, het is Ramadan, dus die heeft nog niet kunnen slapen. Juist na de middag dan? Dan is dat. Nee, de Roger doet dan een middagdutje. Dat klopt wel. Weet je wat? Ik ga ze gewoon zelf vragen. Dat ze zelf beslissen wat u dat goed is voor u. Voilà, zie. Het is niet zo moeilijk, hè? Meetings plannen. Je moet gewoon genoeg delegeren.